Robin, Isabel. Ik zal iedereen even meenemen naar het moment dat wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Ja. Ik was op Thunderdome en jullie kwamen naar mij toe en zeiden: ga een avondje met ons mee stappen. Dan kunnen we je laten zien hoe het is. Ja, dat klopt. Ja, hè, want jullie zitten in de rolstoel. We gaan het zo meteen over jullie ziekte hebben. Maar eerst, zijn jullie brak? Hebben jullie een dinsdagdip? Nou, nu niet, maar vorige keer na die feesten wel, ja. 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 Maar nu zijn jullie helemaal fit. Ja. Ja. Krijgen jullie die vraag vaak na het weekend? Of jullie hard gefeest hebben? Ja, best wel vaak, ja. Ja? Maar mensen kennen jullie. Ja, daarom. Maar in eerste geval, toen ik jullie tegenkwam, ik was best wel verbaasd dat ik jullie daar zag. Je gaat er niet van uit dat mensen in de rolstoel hard feesten. Nee, heel veel mensen die denken toch wel van, omdat wij in de rolstoel zitten, dat we eigenlijk niet naar die feesten gaan. Maar jullie kunnen hard feesten, hè? Ja, zeker. Ik heb hier, even kijken of ik goed uitspreek. Isabel, jij hebt een zeldzame ziekte, maar 100 mensen in Nederland hebben. Ataxie van Friedrichs. Friedrichs, ja. Goed, wel goed op geoefend. En Kevin, jij hebt SMA. Ja, klopt. Een spierziekte vanuit het ruggenmerg. Wat houdt dat voor jullie in het dagelijks leven? Ja, alles gaat moeilijker. Je moet alles met een omweg doen. Ja. Als je nou bijvoorbeeld een feestje wil, dan moet je een taxi boeken van tevoren. Het kan nooit, zeg maar, spontaan. Het moet altijd, moet je van tevoren allerlei dingen regelen. Het gaat sowieso meestal wel een week duren voordat je eigenlijk alles hebt geregeld. Dus er is niks spontaans bij. En bijvoorbeeld winkels, maar niet in. Nee, er zijn winkels waar je niet binnen kan. Ja, eigenlijk best wel veel. Oké. Vooral in oude steden zoals Amsterdam. Dat is echt een hindernisbaan dan. Yeah. Ja. Als ik uit wil gaan, dan gaat dat heel spontaan. Wanneer ik wil, dan spring ik in een taxi en dan ga ik ervoor. Maar bij jullie, bijvoorbeeld 's ochtends, worden jullie al aangekleed door iemand? Moet je de outfit al bepalen? Jullie kunnen pas naar huis toe als het vroegste busje in de ochtend jullie komt halen. En dat is pas om 7:30, hè? 7:00. 7:00 's ochtends kunnen jullie pas naar huis toe. Ja. Zijn er nog meer bijzondere dingen die met jullie feesten te maken hebben? Wc natuurlijk. De wc? Ja. Hoe doen jullie dat dan? Checken jullie dat van tevoren? Ja, dat moet wel. Ja. Ja? Meestal wel, ja. Dan bellen we die locatie of dan sturen we via Facebook een bericht. Heb je ook wel eens gehad dat het niet lukte, dat je daar kwam en dat je dacht, ja... Ja, bij mij niet. Nee? Ja, ik wel. Wat dan? In Haarlem. Noem de club gewoon. Nee. Ik had het van tevoren wel gevraagd en zei dan, ja, dat moet wel lukken. Ja. En toen kwam ik daaraan en het zat zo'n drempel. Ja. En dan kreeg ik een gratis badkamer. Ja, maar er was een drempel. Ja. Dus je stond buiten de club, maar je kreeg wel een wodkatje. Ja, die man vond het zo lullen. Ja, maar je stond wel buiten. Ja. Dus niet gefeest, maar wel een drankje gehad. Ja, toen moesten we ergens anders naartoe. Oké, maar als al die voorbereidingen zijn getroffen en je kan de club binnen en jullie zijn er klaar voor, dan feesten jullie hard. Ja, zeker. Maar jullie hebben altijd hetzelfde ritueel, hè? Ja. En dat is? Chinees eten. Chinees eten. Let's go. Papa. Hallo. Hey. Gaan jullie altijd met z'n drietjes? Ja. Als die... Eigenlijk altijd. Maar ze vragen heel vaak aan jou. Ja, wat tof dat jij met hun bent. En ben jij begeleider? Oh nee. Ja, van ja, weet je, wij zijn gewoon vrienden. Ik zie dat ook helemaal niet anders. Ja, ik zou geen feestje zonder hun willen. Nee. Oh, nee. Nee, nee. Wat voor voorbereidingen zijn er nog meer? Naar de wc nog even als laatst. Ja, met een tillift. Met een tillift, die is hier. Ja. Maar is die straks daar ook? Nee, ik kan op het feest niet naar de wc. Maar dan moet jij zo stoppen met drinken dan? Of hoe werkt dat dan? Ja, ik drink wel, maar ik hou het gewoon op. Hoeveel uur kan je het ophouden? 14 was het. 14 uur? Ja, maar niet toen had ik wel nieuw bekontsteking hoor. Maar... Waarom ben jij zo hard aan het lachen? Nee. Weten jullie iets dat ik niet weet? Het is gewoon... Wat hebben jullie op dit moment op? Kwartje. Kwartje ecstasy. Echt waar? Ja, dat doen we altijd voordat we naar een feest gaan.
En Kevin, heb jij ook al iets genomen? Ja, een kwartje ecstasy. Ik zie jouw voetje bewegen. Ik ben echt heel benieuwd wat de avond nog gaat brengen. We zijn het huis nog niet uit en de sfeer zit er al in. Welkom in de partybus. Gebruiken jullie vaker drugs? Ja, vrijwel altijd. Ja? Dat nemen jullie dan ook mee naar binnen? Of was dit het voor vanavond? Nee, ja, we nemen wel mee naar binnen, ja. Ja? Ja. En dus, oké. Weet ik niet. Dus dit is het. Ja. Ecstasy. Maar word jij dan ook zo meteen gefouilleerd? Nou, eigenlijk nooit echt streng. Het is meestal gewoon... Even je tasje laten zien. Even voelen, dan oh ja, rem maar door. Nou, dat is handig. Heb je vaak dat mensen niet verwachten van jullie dat jullie drugs gebruiken? Ja. Omdat jullie in de rolstoel zitten? Ja, heel vaak. Ja? Ja? Heel vaak verwachten mensen al niet eens dat ze naar een feest gaan. Ja. Als ze horen dat wij drugs gebruiken, wow. Nou, ik heb er zin in. Ja, ik ook. Ja, dat geloof ik. En we zijn los. Oh my god. Een zieke fouillering. Klein beetje spannend wel. Hoi. Heel eentje zo in je jas. Hoi, ik heb geen tas of zo, ik maar verder niet. Oh, sorry, niet ons. Hey. Iedereen zei ik heel hard te hassen, maar hoe doen jullie dat dan? En de energie die jij nu hebt. Ja, ik wil opstaan. Wat? Ik wil opstaan. Ja, gewoon mee hakken wil ik. Baal je er dan van dat je niet kan hakken? Ja, weet je wel. Ja? Ja. Als jij om je heen kijkt, wat denk je dan? Dan geniet ik wel als andere mensen het wel kunnen. Ja? Ja. We gaan nu even naar de wc toe. Ja? Om even bij te nemen. Oké. Mag ik met jou mee? Ja, tuurlijk. Oh, hij rijdt gewoon over mijn voet heen. Nou, het voordeel is een hele grote wc dus. Ja. Wat heb jij hier? Ik heb speed in het zakje zitten. Speed capsules. Ik maak me dan automatisch meteen een beetje zorgen, maar dat hoeft niet, toch? Je weet wat je doet, je hebt ervaring met drugs. Okay. Dat zakje moet open. Ja, ik ben aan het vloggen en aan je drinken aan het vasthouden. Nee. Waarom kom je dan naar hem toe? Ja, ik heb gewoon fucking veel respect voor deze jongen. Dat deze jongen gewoon naar een feest komt en fucking veel schijt heeft aan alle mensen. Terwijl hij gewoon in een rolstoel zit. Wat vind je er nou van dat hij zo naar je toe komt? Aan het begin van de avond wel heel leuk. Ja? Maar naarmate de avond verder is, vind ik het best wel irritant worden. Ja, en dat is nou het leuke aan live publiek. Laten we eens even aan jullie vragen. Als jullie nou op een feestje zijn en je ziet twee mensen in een rolstoel, heb je dan zoiets van, oh ja, dan moet ik mee op de foto? Ze was erbij. Nou, ik ben het... Oh, je was erbij. Ze was erbij. Nou, hoe vaak ga jij met hun op de foto? Heel vaak. Ja. Ik ben echt duizenden selfies. Echte fans. Nou, dan ga ik even hier naartoe. Heb jij het wel eens gedaan? Nee. En waarom niet? Ja, laat die mensen gewoon lekker feesten. Gewoon je eigen ding doen. Hey. Daar zocht ik naar. Dat is het antwoord waar we naar zochten. Gwen. Ja, heel goed dat je dat zegt. Maar net als die jongen aan het einde. Heel veel respect voor jullie. Die wil met jullie op de foto. Maar ik merkte het ook op Thunderdome. Jullie zijn gewoon een soort rocksterren. Ja, het is echt zo. Iedereen volgt jullie. Iedereen zegt hoeveel respect ze voor jullie hebben. Maar wat vind je er eigenlijk van? Het is goed bedoeld. Maar... Ja, het is wel leuk. Maar op een gegeven moment wordt het wel heel irritant. Als je 20 mensen op een avond naar je toe krijgt. En hoe ga je daar dan mee om?
Ja, gewoon altijd aardig blijven. Ja. Ja. Ja, online zijn ze ook echt fan van jullie. Volgens mij is het niet alleen in de kroeg of in de club waar jullie zijn. Ja. En mensen vragen ook of je wel eens op deze manier scharrel scoort. Als je toch zoveel fans om je heen hebt hangen. Nee, helaas niet. Maar, nee? Nee? Nee. Was waar, het maar zo. Waar dan? Waar vinden jullie die scharrels dan? Ja, niet. Niet? Nee, ja, het is heel lastig. Ook als je in een rolstoel zit, zeg maar. Ja. Het is best lastig om iemand te vinden, want ze knappen je toch af op je rolstoel. Ja, is dat zo? Ja. Ik heb iets bijzonders met jou meegemaakt wat hier niet in zit. Maar ik moet wel even delen. We hebben het er net kort over gehad. Er gebeurt altijd iets met jou als jij net de club binnenkomt. Ja. Wat is dat? Weet je niet wat ik bedoel? Nee. Je moet altijd even overgeven. Oh ja. Oh ja. Dus jij komt op een gegeven moment naar me toe. Hij heeft al overgegeven in de hoek. Oh ja, echt erg. Ja. Dus gewoon altijd even door de zenuwen. Ja, ik weet het niet. Het komt in één keer op en dan moet ik weg. En dan gaat het eruit. Ja, maar je voelde je dus niet zo lekker. Maar het is dus geen optie dan om naar huis toe te gaan. Nee. Nee, dat kan niet. Want? Nee, die taxi is ruim maar tot 11 uur. Ja. En dan weer vanaf 7 uur 's ochtends. Dus het is altijd... Iedereen kunnen niet naar huis. Het is altijd go hard or go home. Als jullie er zijn, zijn jullie er om 11 uur. Maar dan moet je echt blijven tot 7. Go hard or go home. Ja? Ja, de duizenden taxis in Amsterdam rondrijden om lallende mensen terug te brengen. Ja. En voor ons stoppen ze gewoon. Ik vind het echt raar. Ja, dus als jullie een oproepje kunnen doen, dan willen jullie heel graag dat de taxichauffeurs ook gehandicapte mensen de hele nacht door opkomen halen. Ja, daar wil ik nog iets aan toevoegen, want ik heb hier iemand gevonden die wel graag met je op date wil. En ja, nee, oprecht, mensen, ik wil gerust een keer op date en anderen willen heel graag met jullie mee op naar een feestje. Echt heel veel positieve reacties. En mensen vragen zich ook af of het uitgaan een uitlaatklep voor jullie is en op welke manier. Ik weet het eigenlijk niet. Je kan toch uit je dak gaan dan. En alle dingen even vergeten van dagelijks leven. Ja, een beetje zoals ieder ander dan. Ja. Ja. We zijn gewoon... Lekker uit je plaat aan het gaan. Ja, zeker. Ja. Hey, ik stel voor, Emma, dat jij zometeen eventjes aan Kevin de gegevens geeft van degene die wil daten. Ga ik zeker doen. Misschien krijgt dit verhaal wel een vervolg. Maar voor nu, dank je wel dat jullie er waren. Wat wordt het volgende feestje? Zaterdag Sasasu en 31 maart Capital. Dus als je me tegenkomt, spreek me gerust aan. Ja, high five. Dankjewel dat jullie er waren.